Voor het weekjournaal van DVS-TV een oude bekende, maar in een heel vreemd shirt. Mike Ahrens staat naast me. Hoi. Hoi. Welkom voor DVS-TV. Hoi. Ja, nou, leuk om hier te zijn. Ja, ja. Je kent ons nog, hè? Ja, ja, natuurlijk. Blijven jullie volgen. Ja, ja. Ja. En wij volgen jou natuurlijk absoluut ook. Hè. En het gaat goed, hè? Ja, na een moeizame start natuurlijk. Dat weten jullie ook allemaal. Ben ik na een... Nou, ongeveer 10 wedstrijden ben ik toch gaan spelen, omdat waarschijnlijk ook de resultaten waren wat minder. Dus hij moest ook wat keuzes maken en toen ben ik gaan spelen. En ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk mijn kans gepakt. Op een of andere manier heb je het ook denk ik afgedwongen hoor, door goede wedstrijden te spelen in het tweede. En door maar goed halsstarrig te blijven trainen en door te blijven gaan. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Je moet geduld hebben af en toe. En dat is wel moeilijk als je als speler daar gehaald wordt, dan je hebt hier alles gespeeld. En dan kom je daar niet voor een plek op de bank natuurlijk. Dus ja, ik ben hard blijven trainen en gewoon mijn best blijven doen. En ja, dan krijg je uiteindelijk wel je kans. En dan, met name die eerste wedstrijd dat je erin kwam, hè? Toen voor het eerst in de basis, toen las ik dat verslag van een verslaggever. Ik dacht van de Stentor of wat dan ook, of een Utrechtse nieuwsblad of wat dan ook. Maar die was echt zo vol lof over jou. Dat moet je wel heel goed gedaan hebben. Ja, toen begon ik in de basis tegen Tech. Toen speelden we thuis en toen wonnen we gelijk 5 of 6-0 was het, 5-0 volgens mij. En ja, toen speelde ik echt een goede wedstrijd ook. En toen heb ik wel, denk ik, iedereen verbaasd een beetje. Omdat ik eigenlijk nog nooit, of ik had verder nog niet in de basis gespeeld. En ja, dat was dus mijn eerste wedstrijd. Dus iedereen bij Spakenburg was ook wel verrast dat ik het zo goed deed, zeg maar. En dus, waarom ik nog niet eerder had gespeeld. En ook nog steeds 3 keer per week trainen natuurlijk? Ja, ja, 3 keer in de week heen en weer rijden. Op zaterdag nog heen en weer rijden. Dus, ja. En alles... Toch nog weer een tikkeltje professioneler als bij DVS? Of is dat ongeveer op hetzelfde niveau? Ja, DVS is ook een leuke club. En, maar daar is net iets groter allemaal, denk ik. En ook qua supporters dan zijn wat meer supporters. En ja, ik denk eromheen is allemaal wat groter. En ja, dat merk je wel aan alles eigenlijk. Ja. Maar ja, het zijn allebei mooie clubs en ik ben blij dat ik... hier speel, dus, En het niveau is, dat hoorde ik net ook van Remco van Lopik. Die ken ik natuurlijk nog wel van zijn DVS-tijd hier en zijn keeperschap bij een zaalvoetbalteam wat ik gecoacht heb. De Sportion Krekkers, overigens het beste team ooit hier op de Veluwe. Maar met als werkelijk een klassebak van een doelman Remco van Lopik. En die zei ook, Piet, het niveau is hoog hoor in de tweede divisie. Klopt dat? Ja, ik denk het is wel hoger als vorig seizoen, denk ik, in de topklasse. Want je hebt nu ook de zondagteams. En ik had ze niet zo sterk verwacht eigenlijk. Ik vind ze wel sterker dan ik verwacht had. En ja, elke wedstrijd is nu gewoon... je moet echt elke wedstrijd aan de bak nu. En dat merk je echt wel, want we staan nu er niet redelijk voor, niet heel goed. En we moeten echt punten bij elkaar schrapen. Dus je merkt echt wel dat elke week aanpoot is. En bovendien is er natuurlijk ook sprake van een vervalsing van hier tot Tokio. Want als ik dan lees, ja. Jong-Vitesse met wat voor spelers die aankomen dragen. En dan vind ik 2-2 nog een fantastische uitslag. Ja, ja we hebben dan tegen al die jong teams gespeeld. Ja, toen tegen Jong-Twente, toen hadden ze iedereen wel van het tweede mee. Dan wonnen we weer 5-0. En 2 weken geleden speelden we tegen Vitesse. Die spelen dan met Büdner en Dix. En nog een paar uit de eerste. Ja, dan merk je echt wel, heb je wel een groot verschil. Dat is wel jammer, dat kan zeg maar. Dat is niet helemaal eerlijk, maar we hebben een goed resultaat nog gehaald, 2-2. Meer zat er ook niet in hoor. Heb je Büdner nog voorgesteld een salariswisseling? Nou, had ik maar niet gedaan. Ze hebben wel dezelfde shirts, maar hij wilde toch daar blijven, denk ik. Hey, en toekomstverwachting... Mike, voorlopig nog Spakenburg? Ja, ik heb eind 2006, vorig jaar, heb ik een jaartje bijgetekend. En ja, komt natuurlijk ook omdat ik de laatste wedstrijden speelde. En ze zijn naar mij toegekomen van of ik wilde blijven nog een jaar, of 2 jaar zelfs. En ja, ik heb toch besloten om sowieso nog een jaar te blijven bij Spakenburg. Tevreden over je eigen spelniveau of zeg je van dat kan nog wel een stapje beter? Ja, toen ik de eerste wedstrijd in de basis speelde wel. Daarna heb ik wel redelijke wedstrijden gehad. Maar niet het niveau wat ik kan halen, zeg maar. En, maar het is hier heel anders voetballen, zeg maar. Bij DVS was ik wat meer gewend aan de spelers. En was wat makkelijker, was je wat meer op elkaar ingespeeld. Was wat makkelijker. En hier, ja, hier zijn meer individuen allemaal. En dat is wel lastig samenspelen soms. Maar ja, ik ben wel tevreden. Ik ben wel veranderd in mijn spel ook. Je speelt nog wel steeds op dezelfde positie? Ja, ik speel nu ook linkshalf. 2 weken geleden speelde ik, begon ik op 10 en toen tweede helft linkshalf. Dus, maar voornamelijk op 10, ja. Ja. Hey, namens DVS-TV wensen we je ontzettend veel succes, jongen, ja. Verder. Mike? Ja, dankjewel jullie ook. Okay. En als we allebei maar erin blijven. Hè? Ja, zo is dat. Gaan we doen.